Hey, goedemorgen. Ik ben vandaag extra vroeg opgestaan omdat we een video gaan opnemen volledig in het teken van ons nieuwe maandthema reizen. Dus heel de maand kun je op onze website en socials allerlei tips en tricks vinden over hoe je nou dat perfecte vakantiekiekje maakt. Dus ja, ben je nou iemand die echt is geïnteresseerd in fotografie en video? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal, zo hoef je niks meer te missen. Ik ga snel eventjes eten. Ik ga me omkleden en mijn tas pakken en dan ben ik er helemaal klaar voor. Maar ja, wat neem je nou mee in je cameratas op zo'n dag? Ik heb gekozen voor een lichtgewicht statief, mijn vertrouwde Sony A7 III met zoomlens, een mooi filtersetje en ja, die GoPro die komt natuurlijk ook altijd wel van pas. Vandaag is een speciale dag. We gaan namelijk niet zomaar een stedentripje maken, maar we hebben afgesproken met een award-winning fotograaf in een van de leukste steden van Europa. Let's go! Ik ben Albert Dros, professioneel landschapsfotograaf. Ik doe heel veel fototours, ik reis veel. Ik verkoop licenties aan veel grote merken. Ik geef veel les, lezingen, eigenlijk van alles. En vooral landschapsfotografie en ook veel stadsfotografie. Dus we zijn nu in Gent en dit soort steden, oude steden, vind ik ook erg leuk om te fotograferen. Kijk, ik wil net die huizen. Precies in dit kadertje hebben, zeg maar. Nu schiet ik een bracket. Ah, oké. Ja. Maar alles moet heel recht, want anders is de foto niet sterk, zeg maar. Dus ik moet echt de symmetrie hebben. Ja, maar je ziet, het contrast is extreem groot. Hè? Dus het is heel licht daar, het is heel donker hier. Dus wat ik nu schiet, nu brackets. Dus ik doe 3 exposures. Eentje min 2 belicht. En eentje plus 2 belicht. En dan hebben we dus eentje waarbij dit licht is, maar dan is dit natuurlijk overbelicht. Ja. Eentje waarbij dit goed belicht is, maar dan is dit tikje donker. Okay. En dan combineer ik dat later. Voor mijn fotografie gebruik ik de Sony A7 R3. Dat is mijn main camera. Ik heb ook een A7 III. Dat zijn beide gewoon hele goede camera's. Ik ben ook Sony ambassadeur, dus ik gebruik vooral Sony glas. Mijn favoriete lenzen zijn eigenlijk hele erg wijde lenzen, dus heel erg groothoeken, echt 10 mm full frame, maar ook hele flinke zoomlenzen. Dus een 100-400, dat vind ik ook een geweldige lens. Dus ik heb een 12-24 bij me, ik heb een 28-75 heb ik ook nog bij me, 2.8, en ik heb nog een snelle prime lens, een 24-1.4 bij me. Dus het is een vrij compacte, lichte kit, maar eigenlijk ideaal voor stadsfotografie. En dan natuurlijk nog een licht statief, wat ik ook in de stad altijd bij me heb. Vooral later, als het wat donkerder wordt. Ik hou ook heel erg van stad fotograferen tijdens het blauwe uurtje. Dan is mijn statief natuurlijk nodig, want ik wil wat langere sluitertijd gebruiken. Hey Albert, hoe belangrijk is tijd en planning voor jou dan op zondag? Nou, ik ben nu natuurlijk al een beetje aan het rondkijken. Het is nog een beetje net na de middag, de zon staat nog hoog. Maar straks, als de zon laag staat en we krijgen sunset, blauw uurtje, dan gaat het in één keer heel snel. Ja. Dus ik kijk al een beetje van waar ik wil schieten. Ja. En dan kan ik straks gewoon heel snel al die spots afgaan met het beste licht. Want dat gaat natuurlijk snel weg. Wat ik heel belangrijk vind voor mensen die net beginnen met fotograferen, is dat je gewoon heel goed kijkt om je heen. En ook heel goed met je camera loopt. Niet zo vaak op statief. Gewoon lopen, kijken, zoveel mogelijk kijken. Dan zie je echt wat er mogelijk is met verschillende soorten lenzen. Dus kijk altijd net iets verder en laat je niet overrompelen door iets speciaals. Nou, ik zag hier die hele mooie rij met bloemen hier op de voorgrond en dan de kade op de achtergrond. En als Nederlander, wij houden natuurlijk van onze bloemen en ik word altijd heel erg getriggerd door bloemen. Dus ik heb hier mijn 12-24 erop, extreem wijd, 12 mm. En dan ga ik heel dicht op de bloemen zitten, zodat ik de bloemen op de voorgrond heb en dan al deze hele kade met de lucht als achtergrond. Ja. Hè? En wat ik dan heb gedaan,
meerdere focuspunten. Dus ik focus eerst op deze bloem, dan iets verder, dan op de kade. Dus ik heb meerdere shots met alle een verschillende focusafstand. Ja. Die kan ik dan later combineren in Photoshop, zodat alles van voor naar achter scherp is. Waarom zou je niet gewoon je diafragma op 22 zetten? Nou, als ik mijn diafragma op f22 zet en je kijkt, je ziet hier hoe dicht ik op de bloemen zit. Ja. Dat is bijna de minimale focusafstand van de lens dat die kan. Dus ook al stel ik hier op scherp en op f22, dan is dit nog steeds niet scherp. Dus dat kan niet. Voor mijn fotografie reis ik heel veel. Ik kom net uit Griekenland. Ik ga vrijdag weer naar Spanje, Menorca, voor een fototrip. En ik doe dus ook heel veel workshops. En ik heb net dit voorjaar de fotoreis naar Cinque Terre gedaan, met de fotoreisspecialist. Die doen we in de herfst doen we die ook weer. En wat ik gewoon altijd merk, dat mensen gewoon, ja, vooral beginnende fotografen, maar ook wat gevorderde, ze leren gewoon heel erg veel tijdens zo'n fotoreis. Dus daar haal ik zelf ook heel veel energie en voldoening uit. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Bij een geslaagde foto kloppen een aantal dingen. Compositie, licht, contrast, kleur. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk moeten samenkomen in een goede foto. Als we het hebben over een pure reisfoto, dan vind ik belangrijk dat als iemand daarnaar kijkt, dat die dan denkt van hé, daar wil ik ook zijn. Weet je wel, je moet eigenlijk uitgenodigd worden om daar ook naartoe te gaan. Nou, we kijken nu heel erg hoe het licht valt op bepaalde scènes. Maak je daar ook nog gebruik van apps voor bijvoorbeeld om dat uit te zoeken? Ja, eigenlijk gebruik ik één app voor bijna alles. Dat is Photopills. Ja. Daarmee kan je precies zien waar de zon ondergaat, waar de zon opkomt. Je kan ook precies zien waar de maan opkomt, waar de maan ondergaat. Ook voor de melkweg fotograferen. Eigenlijk voor alles waarmee je wil plannen met het licht is Photopills extreem goed. Okay. Ik check natuurlijk ook altijd gewoon de weather app. Voor als er mistvoorspellingen, dit soort dingen. Ja. Als ik vroeg opsta voor mist fotograferen, dan check ik echt vooral het weer. Maar voor planning echt Photopills. Ja. Okay. En Photopills is niet gratis volgens mij, hè? Nee, kost 10 euro. Goede investering. Kijk, ik ben natuurlijk echt een landschapsfotograaf. Hè? Ja. Dus als we het hebben over reisfotografie, ik kijk hier heel erg om me heen. Naar reflecties, lijnen. Ik kijk heel erg naar al die kerken hier, mooie gebouwen. Maar je hebt natuurlijk heel veel vormen van reisfotografie. Ja. Je hebt natuurlijk mensen die heel goed zijn in straatfotografie. Je hebt mensen die zijn heel erg van de lifestyle, met personen. Iemand in een mooie jurk, weet je wel. Echt. Ja. Instagram, weet je wel, dat zie je vaak. Maar ik ben gewoon echt, ja, ik hou gewoon ervan om die cityscapes, stadslandschap, om het gewoon op mijn manier vast te leggen. Ik vind vaak het mooiste licht is voordat de zon opkomt en nadat de zon onder is. Dus eigenlijk daar net voor of daar net na. Waarom? Dan heb je mooie kleuren in de lucht en ik hou van kleur. Mensen die voor het eerst avondfotografie doen eigenlijk, die zien dat beeld op hun display verschijnen van hun camera. En denk van, hé, dat is heel erg mooi. En daarom vinden mensen het ook zo leuk, omdat het eigenlijk anders uitziet dan dat je het normaal gewoon ziet. Oké, Albert, we staan hier op een mooie plek. En als ik jouw foto zie en mijn foto zie, dan ben ik toch wel benieuwd wat er bij mij is misgegaan. Even kijken hoor. Ja, ik zie het wel. Ja. Je moet wel goed kijken naar je lijnen. Ja. Ik weet ook niet of hij stil gehouden is, helemaal. Maar wij hebben hem ook een beetje bewogen. Ja, dat lijkt het wel op. We kunnen een hoop dingen beter. Ja. Nou, alle gekheid op een stokje. Je hebt hier een hele mooie foto gemaakt. Hoe heb je dat precies gedaan? Wat waren je instellingen? Waar heb je op gelet? Ja, deze plek met alle kerken is natuurlijk een hele mooie plek. Hè? En, het is ook wel een bekende plek. Ik heb hem wel vaker gezien ook, dus het is niet heel origineel. Maar ik vind wel hier, ik ben net heel laag gegaan, heel laag bij de grond. Mm-hmm. Maar als je al die lichten ziet, die reflecteren heel mooi op de tegels. Ja. En dus heb ik precies die lijn in het midden hier gebruikt. En dan het reflecterende licht dat je dan heel mooi op de voorgrond ziet. Dus je hebt een mooie lijn in het midden waarop het licht reflecteert die naar het midden lijnt. Dat vind ik mooi. En we hebben net hier ook nog tijdens het blauw uurtje hier beneden wat mooie foto's gemaakt. Het water is heel mooi stil. Mooie reflecties. Mooi licht. Dus we hebben een paar mooie shots gemaakt. Ik ben wel tevreden. Ja. Het wordt nu snel donker.
Dus het contrast wordt wat te groot. Het blauwe uur gaat is een beetje aan zijn einde. Ja. Dus ik denk dat we zo klaar zijn. Ja. Nou, dit was ons dagje in Gent. Ik heb er enorm van genoten en ik heb er ook heel veel van geleerd. En ik heb nog veel werk aan de winkel. Ik hoop dat jullie er ook een hoop van hebben geleerd. Ik wil jou hartelijk danken. Ja, was gezellig. Ik ben benieuwd naar je foto's. Ja, hopelijk zien we elkaar snel weer en dan we gaan nog even een pintje pakken, denk ik. Hè? Ja, gaan we doen. Dan zou ik zeggen, tot de volgende.